Hey, dank voor hem. Ik ga even nader in op mijn vorige filmpje, speciaal voor jullie, waarin ik dus zei dat ik een ideetje had. Nou, dat pakt niet helemaal goed uit, want ja, tot nu toe heb ik dus maar één item mogen ontvangen ter review. Te weten deze. Ik heb nog steeds niet uitgepakt. Ik ben wel bezig met de intro en alles. En misschien dat ik vanavond nog dit ding ga uitpakken en er wat over vertel. Daar heb ik van Vape Experience mogen ontvangen. De Aspire Triton is dat te zien. Ik weet het niet. Aspire Triton mini tankje. Die mag in Nederland nog net verkocht worden. Want, omdat die 2 milliliter inhoud heeft. En alles boven de 2 milliliter, dat weten we ondertussen, is taboe. Ik kwam erachter, momentje, ik zit even wat geld over te maken. Ik kwam er dus achter dat die meeste beginnersapparaten, waar ik het in mijn vorige video over had, die mogen in Nederland dus niet verkocht worden. Want daar zit vaak een tankje bij dat meer... Momentje hoor, ik moet even opletten wat hier... Van spaarrekening, ja, naar bankrekening, ja, wat ik het over. Die apparaten worden dus vaak geleverd met bijbehorend tankje. En die zijn vaak, die hebben vaak meer inhoud dan die 2 milliliters. Vandaar dat ik begrijp dat Nederlandse leveranciers niet zo zin hebben om dat spul te verkopen. Wat nou? Ach, het gaat helemaal mis. Betaalrekening, dat gaat helemaal mis. Dus, die combinaties. Het gaat om die combinaties van en batterij, makkelijke instellingen voor variabel wattage, als die het al heeft, makkelijke instellingen voor temperatuurcontrole, als die opties al aanwezig zijn, met bijbehorend tankje, zodat je een mooi evenwichtig geheel hebt. Nou, dan zou het nou toch moeten lukken. Even kijken. Tandcode. Maar natuurlijk. Ja, nou, veel van die apparaten worden dus niet verkocht in Nederland. Omdat onze, hoe zal ik ze noemen? Onze bewindvoerder, nee. Onze faillissement, nee. Onze curator, ook niet echt. Onze budgetbeheer, nee. Onze regering, dat was het woord. Omdat die hebben beslist dat wij te dom zijn om onze eigen beslissingen te nemen. En dat het dus de hoogste tijd was om... Even kijken, 601 wil die weten. En dat het dus de hoogste tijd was om de boel maar eens even stevig te gaan reguleren. En dat heeft op dit moment dus tot gevolg dat er bepaalde regelgeving is. En dat er nog meer regelgeving aankomt. Om ons maar vooral te hinderen... Bij het stoppen dan wel minderen met roken. Oké, dit is gelukt. Dan kan ik hier uitloggen. En ja, nou, dat is dus weer een blokkade. Dus, het is heel slim. Want op deze manier worden mensen dus eigenlijk gedwongen. Omdat er geen fatsoenlijke apparaten voor beginners zijn. Om dan maar te blijven doorroken. En dat levert op dit moment nog veel meer accijns op. Totdat ze eindelijk eens een truc hebben gevonden om ook accijns te kunnen... Heffen over dampen. Want dampen is ook slecht. Er zit immers nicotine in. En die kindjes slikken die batterijen door. Of ze willen met zo'n batterij het buurmeisje opladen. Of weet ik veel waar ze het ding in willen stoppen. Dus ja. Goed. Dus zit ik nou te kijken op fasttech.com. Ja, sorry. Sorry. Sommige dingen zijn nog wel in Duitsland te krijgen, maar ik wil de dampers steunen. En niet per se Duitsland. Ik had het graag in Nederland besteld. Had me niet uitgemaakt, had ik het vandaag besteld, morgen binnen. Maar goed, het meeste van de spul is niet te krijgen. Of alleen maar gedeelte, dat je alleen dus een batterijgedeelte hebt. Tankje, moet je maar ergens anders vandaan zien te halen, want dat mag niet in Nederland. Ik zit op dit moment te kijken naar een Authentic Joytech Ego One VT. 2300 milliamp. En die kost €31,83.
En dat is dan inclusief tankje. En dit ding heeft dan, als ik het goed begrijp, ik weet niet precies wat hij heeft, maar ik moet de CT hebben volgens mij. De CT, even kijken. Joy Tech Ego One CT. Ja, batterij. Oké, daar hebben we de batterij. Maar ik wil de hele set. En dan kom ik hier uit. Ik pak de... Wat zou ik eens pakken? De zwarte. Hier is starter kit CT 1100 milliamp. Ja goed, het is een startkitje, dus het hoeft niet bomvol met milliampjes te zitten. Even kijken wat dit is. Tankje van 1,8 milliliter, €25,81. Ships in 7 business days. Oké. €25,81. Add to cart. Ik bestel hem gewoon zwart. Zo. En nou ga ik betalen. Hoe doe ik dat? De cart. Hop. E-stuks, $30, heel fijn. Free worldwide shipping, dat kennen we. Secure checkout. Hopla. Select, ja. Mijn naam en adres. Singapore. Oké. Is goed, ik vind het goed. Continue. Zip, ja, ik heb mijn gegevens, ik ben er vaker geweest. Ik betaal via PayPal. Place order. Daar gaat hij. Even kijken in hoeverre dit gaat lukken. Dat ben ik, ja. Hopla, inloggen. Even wachten. Die betalen. Kijk, dat is het voordeel van PayPal. Ik hoef niet opnieuw een tandcode van mijn ING in te voeren. PayPal weet dat al, dat is handig. Dus op dit moment heb ik besteld. Dan krijg ik dadelijk vast een e-mailtje over, want ik ben het alweer vergeten. Maar dat is niet het enige wat ik wil bestellen. Ik wil ook nog eigenlijk een Inokin Endura. En dan de T18. Die ga ik dadelijk ook bestellen. Er zijn er dus twee dingen onderweg. Het is godskleren, godsgeklaard dat wij Nederlanders door onze regering worden geblokkeerd. Op het moment dat wij op een eenvoudige manier van het roken willen afkomen. Zo word je dus gedwarsboomd. De Nederlandse leveranciers worden gedwarsboomd. Die mogen ineens niks meer, bijna niks meer. Die zijn ineens slachtoffer van strenge regelgeving. Dat gaat ten koste van banen, van werkgelegenheid, van omzet. Slecht voor de economie. Ja, kijk. Ik zit me weer kwaad te maken en dan krijg ik automatisch toch niet naar zoiets, maar weer naar zoiets. Nou, het zij zo. En dan wil ik dadelijk dus nog wat bestellen. Ik begin met twee apparaten, dat is wel zat. Maar dan complete apparaten, complete startsets. Dus met batterij, met tankje, afgestemd op elkaar, met coaches die geschikt zijn voor de instellingen die apparaten te bieden hebben. En dan kan ik straks de viewers van mijn reviews gaan vertellen dat ze dat dan in China moeten zijn om dat spul te vertellen. Te bestellen. Ja, sorry mensen. Het is zoals het is en het is godsgeklaard. Oké. En wat ik net dus ook heb besteld, wederom bij Fastech, is een Authentic Inokin Endura T18 starter set, starter kit noemen ze dat. Dat is een batterij plus een bijbehorend tankje in combinatie, wat dus in Nederland ook weer niet verkocht mag worden. Even kijken hoeveel. Ja, zie je, het tankje heeft 2,5 milliliter capaciteit. Dat is te veel, dat is te veel, dat is te veel. Dat mag niet, dat is stout. Even kijken, dit is een apparaat dat doet eigenlijk helemaal niks behalve 14 watt uitgeven. 14 watt uitgeven. Valt verder ook helemaal niet in te stellen. Vandaar dat het bijgeleverde tankje werkt met kooltjes die, eens even kijken, 1,5 ohm
zijn. Dus even kijken. Ja, dat is het dan. Dat is het dan. Dat is gewoon een vaste uitvoering van wattage, 14 watt, op een kooltje van 1,5 ohm weerstand. En dat was het dan. Voor de beginner, uiterst simpel apparaat. Ik vind het wel een vondst. Maar goed, die heb ik net dus ook besteld. Oké. Dus even kijken, dat is Ships in 7 Business Days. Estimated time of arrival is 1 maart. Dus dat is even wachten geblazen. Oké. Maar goed, dat moet dan maar. Als ik het in Nederland niet kan bestellen, dan bestel ik het maar ergens anders. Ja, zo gaat dat. Zo worden wij dus gedegenereerd door ja, die netwits, die totale onnozele halzen, die lui die nergens verstand van hebben daar in Den Haag. Ik bedoel, als je politicus wilt worden, dan moet je eerst even een laag IQ tentoonspreiden. En een korreltje heeft een weerstand van 1,5 ohm en daar hebben we de buurvrouw. Momentje.